je kijkt. Ik ben Maaike Desiree en naar aanleiding van het boek De Geheime Tuin ga ik jullie vandaag meer vertellen over botanisch tekenen en illustreren. Ik ga jullie vandaag vertellen hoe je moeilijke vormenbladen tekent en hoe je meer diepte krijgt in je illustratie. Nou, wat hebben we nodig? We hebben nodig een potlood, een pen, een gum en tekenpapier. Nou, de meeste illustraties maak ik eerst eventjes met potlood. En zorg ervoor dat je hulplijnen kan gebruiken en deze later dan weg kan laten. Daarna teken ik het meestal over met gelpen. Ik vind gelpen een prettige manier van tekenen, omdat het gewoon heerlijk over papier vloeit. Ik ga jullie dus meer vertellen over moeilijkere vormen tekenen. Een eenvoudig blaadje, dat lukt ons allemaal wel, denk ik. Maar wat als het plaatje nu een moeilijkere vorm heeft? Nou, ik ga altijd terug naar de basisvorm. Ik zal even een voorbeeld maken van een eikenblad. Dus de basisvorm van een eikenblad zou er zo uitzien. In het middel van enkele hulpuntjes. En door die dan te verbinden. Heb je een heel mooi blad dat heel erg goed evenredig verdeeld is. Totdat je telkens weer terug gaat naar dat helpuntje. Nou, en dat kun je dan dus mooi overtekenen met bijvoorbeeld hier dan de gelpen. En dan wil ik jullie graag nog eventjes vertellen hoe je enkele bloemen tekent. Veel bloemen lijken lastig te tekenen, maar zijn toch vrij eenvoudig. Bijvoorbeeld een roosje. Roosjes teken ik niet meer dan een swirl. Ja, dus dan een gewone roos. Zo'n hele ogen. Ja, en die kun je dan, als je die op deze manier tekent. Dan heb je een half open roos. Of een knopje. Nou, dat is echt een van mijn favorieten. Nou, dan nog heel erg leuk hoe je een graantje tekent. Nou, ik maak eerst eigenlijk het steeltje. Je begint onderaan. Tekent er steeds een soort van hartjes in. Heel eenvoudig, maar heel erg leuk. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze tutorial. Vergeet niet een kijkje te nemen in het boek. De geheime tuin botanisch illustreren en ontwerpen. Hier vertel ik eigenlijk veel meer van wat ik jullie net heb laten zien. Met allemaal eenvoudige stap-voor-stap tekeningen. Neem ook een kijkje op mijn website. www.maaikesje.nl. En vergeet me niet te volgen op Instagram. maaikesje_illustrations. Voor nu heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Doei!